Hoi allemaal, het is vandaag weer tijd voor mijn favoriete van de maand. Maart, maart even in. Volgens mij gaat er net een school uit. Want ik hoor echt alleen maar kinderen rondrennen, dus ik hoop niet dat jullie er last van hebben. Maar ik time het natuurlijk vooral rond Niels in plaats van rond de uitgaande scholen. Maar goed, laten we snel beginnen met mijn eerste favoriet. Even denken, waar ga ik mee beginnen? Ik begin met twee oogschaduwen. Oogschaduwpaletjes. Deze twee. Ik begin eerst met mijn allerlievelings. Dat is deze. Dit is het Tartlet Tease Palet van Tarte. En dat ziet er zo uit. Een heel klein, super compact paletje. Met 6 kleuren. Met 4 matte kleuren en 2 glanzende kleuren. Van 1 echt super shimmery, zeg maar. En 1 nou, een beetje satijnglans. En ik vind het echt een heel fijn palet. Ik heb het nu ook op. Ik heb nu deze kleur op, deze kleur op, deze kleur op, deze kleur op. Ik vind vooral deze kleur, dat is BFF. Dat is een hele donker, ja, een beetje een hele donkerpaarse aubergine kleur. En die gebruik ik heel graag langs mijn bovenste wimperrand. Vind ik hem echt super mooi voor. En dat heb ik nu ook gedaan. En het is gewoon een heel fijn, klein, compact paletje. En het ruikt, ruikt heel lekker. Het ruikt een beetje cacao-achtig, of is het cacao? Ja, ik denk dat het cacao is. Het is echt een hele lekkere geur. En ik vind het gewoon een heel fijn, klein, prettig palet. Dan, mijn andere palet is dit enorm glimmende palet van Stila. Dit is het Stila Eyes Are The Window palet. En dit is het de Sol variant. Je hebt 4 varianten. Ik weet niet precies hoe ze allemaal heten. Soul, Spirit. Nou, nog 2. Hier zit ook mijn geliefde Kitten in. Dat is mijn favoriete oogschaduw van Stila. Heel mooi glans. Oh, ik heb trouwens die andere. Heb ik hem al niet laten zien. Dat zal ik ook nog even laten zien. Pigment is echt heel goed. Bijvoorbeeld even deze laten zien. Dit is een glanzende kleur. En mijn favoriete kleur. Zo. Nou heb ik dus vieze handen. Even kijken. Even aan de binnenkant van mijn hand. Dat heb ik allemaal. Zo. En ook dit palet heeft een aantal matte kleuren en een aantal glanzende kleuren. En in principe kun je look zeg maar zo maken. Maar goed, ik doe altijd alles door elkaar. Want ik hou me nooit aan dit soort regels. Dan denk ik altijd, ja, waarom zou ik niet linksonder met rechtsboven kunnen combineren? En dit vind ik een hele mooie kleur. Dit is een van mijn favorieten. Nou, Kitten was al een favoriet. Maar ook deze roeskleuren vind ik heel mooi. En die matte zwart vind ik ook mooi. Gewoon weer een heel fijn palet. Waar ook, ja, ik hou gewoon van natuurlijke looks. Waar je heel veel natuurlijke looks mee kunt maken. Om die paletjes aan te brengen heb ik 2 nieuwe favoriete kwasten. De eerste is de Morphe M422. En dit is een vrij grote platte oogschaduwkwast. Zo je nu zo mijn handen, dus heel vies. Ik doe het even zo. Vrij grote platte oogschaduwkwast. En stevig, maar niet. Oh, ik heb hem natuurlijk vanmorgen gebruikt, dus ik heb hem niet gewassen verder. Hij brengt heel fijn aan. Ik gebruik hem eigenlijk voor heel veel dingen. Ik gebruik hem op een beweegd ooglid om kleur aan te brengen. Ook hier vind ik hem heel fijn. In mijn, onder mijn wenkbrauwen. Daar maakt dat is gewoon 1 soep en dan zit het goed, zeg maar. Ik vind het gewoon heel fijn, zacht, prettig. Oh, ik zie dat ik mijn bed vies aan het maken ben. Ik leg het even op Niels' bedje, niet op het deel waar hij iets beslaapt. Maar toch. Oh, gisteren gewassen. Nou goed, maakt niet uit. Regel ik straks. En deze. Deze. En dat is een heel klein kastje uit een Sephora reissetje. Maar ik vind het heel fijn om dus hier mijn bovenste wimperrand en hier mijn onderste wimperrand kleur mee aan te brengen. Zeker dus die donkerpaarse kleur. En ja, dat rest van het setje gebruik ik niet heel veel. Maar deze gebruik ik echt gewoon elke dag. Ik heb trouwens niet super veel favorieten, had ik het al gezegd. Ik heb gewoon een aantal hele fijne. En dacht dat is leuker dan halve favorieten of zoiets. Nee, ik had nog denk ik wel iets meer erbij kunnen. Dit was gewoon het eerste waar ik aan dacht. Maar ik moet ook zeggen, ik ben een week ziek geweest. Ik heb heel erg buikgriep gehad. Dus ik heb de afgelopen week gewoon geen make-up gehad. Ik heb vandaag voor het eerst weer make-up op. Dus ik moest ook even graven van, oké, wat waren mijn favorieten van de 3 weken daarvoor, zeg maar. En toen dacht ik, ja, dan laat ik gewoon echt de toppers zien.
Waaronder deze. Dit is het Anastasia Brow Wiz wenkbrauwpotlood. Met aan één kant zo'n spoelie. Zo kan je zo mee door je wenkbrauwen borstelen. En aan de andere kant dit. Het is een potloodje. En dit is de kleur taupe. En ik vind het echt een heel fijn oogpotlood. Wenkbrauwpotlood. Ik dacht, weet je, mijn Catrice, ik ga hem nooit inruilen. Hartstikke goedkoop, prima. Ik word er heel gelukkig van. Ik vind deze net iets fijner. En dat heeft vooral te maken met de kleur. Ik vind deze kleur is echt perfect voor mij. Het is, ik denk dat de Catrice nog net iets meer oranje in zich heeft. En dat heeft deze niet. En omdat ik al wat rood in mijn gezicht heb van mezelf, staat deze gewoon net wat rustiger. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Hij is ook wat fijner in kwaliteit. Hij is wat zachter. Maar goed, die ander gaat echt 100 keer langer mee. Dat weet ik zeker. En is echt, nou ja, een fractie van de prijs van deze. Maar ik vrees toch dat ik nu een nieuwe liefde heb gevonden in wenkbrauwland. Ik heb ze er nu ook mee gedaan. Ik vind het gewoon een heel fijn wenkbrauwpotlood. Ze zijn sowieso trouwens wat dikker. Ik heb ze wat laten groeien, mocht je je afvragen. Dan, ik heb niet alleen maar ik heb wel vrij veel wat duurdere producten dit keer. Sorry. Want ik heb namelijk ook nog deze. Dit is het Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light. En zoals je ziet is dit niet de normale maat. Dit is de reisverpakking. Die zag ik bij de Sephora kassa, zeg maar. De virtuele kassa, zeg maar, liggen. Want ik heb dit dus, nou, dat heb ik al vaker verteld. Ik kan altijd via familie kan ik in Amerika bij Sephora bestellen. Dus daar word ik altijd heel blij van. Dit is het poeder. Er zitten al een soort van gekke gaatjes in. En ik ben helemaal geen, voor wie mij langer volgt weet dat ook. Ik ben helemaal niet iemand die normaal gesproken altijd mijn gezicht afpoedert. Eigenlijk nooit. Tenzij ik echt een feestje heb en ik echt denk, nou oké, het moet echt even goed zitten. Maar eigenlijk nooit. Maar sinds ik dit poeder heb wel. Het is een heel subtiel poeder. Het geeft net even, het maakt gewoon even de boel net wat mooier. Het is echt een beetje alsof je, nou, gefotoshopt is een heel groot woord. Maar het egaliseert gewoon net even zoals je gewoon, ik doe dan foundation of BB cream of whatever, concealer. En dan doe ik mijn wenkbrauwen en dan poeder ik het af en dan ga ik door. En ik vind het, ja, het maakt gewoon een verschil. Het blijft net iets langer mooi zitten. Ik vind het op foto's heel mooi. Maar ook gewoon in het echt. Je ziet het niet, maar het doet toch iets. Ik vind het echt, ja, ik ben om. Dus ik snap nu waarom iedereen dit zo fijn vindt. Ook als je dus eigenlijk helemaal niet zo poederig bent. Dus deze. Dan het laatste make-up product en dat is deze. Dit is de L'Oreal Nude Magique Cushion Foundation Dewy Glow Foundation. En ik ga het even laten zien. Ik ga hem nooit open. Hier zit dus een sponsje in. Excuse me, niet gewassen uiteraard. Zo, en dan klap je hem open en dan zit daar het sponsje in. Zien, zo. En ik was hier heel benieuwd naar. Want ik was al heel benieuwd naar de Lancôme variant. Oh, sorry, Niels is een beetje ziek. Die heeft nog een beetje nawee van wat ik had. Alleen al gelukkig geen buikgriep, maar meer gewoon. Hij heeft een beetje een soort van, nou, iets van ziekte van mij gejat, zeg maar. Goed, de cushion van deze. Ik was al heel benieuwd naar die van Lancôme. Maar die heb ik uiteindelijk nooit gekocht, omdat ik hem best wel duur vond. En nu kwam L'Oreal. En dat is dezelfde fabriek. Ik kwam L'Oreal ermee en ik dacht, ik ga hem testen. Ik heb hem nu ook op. Ik heb kleur nummer 3, vanille juist volgens mij. En ik vind het gewoon een hele mooie foundation. Gewoon een heel lichte dekking. Maar geeft echt inderdaad een mooie dewy glow aan je gezicht. Zoals de naam al doet vermoeden. Je voelt hem niet zitten. Hij oogt natuurlijk. Hij is ook prima voor een droge huid. Ik vind het eigenlijk gewoon een hele fijne foundation. Het enige wat ik denk is dat hij niet heel lang meegaat. Maar goed, je kan het namelijk niet zien. Ik heb geen idee hoeveel hierin zit. Dat is het enige, maar ik gebruik hem nu. Nou, ik heb hem de afgelopen week dan nauwelijks gebruikt. Maar de weken daarvoor. Ik heb hem denk ik nu 2,5 week, 3 weken. En ik heb hem eigenlijk voordat ik ziek werd elke dag gebruikt. Dus dat zegt wat, want ik ben helemaal niet iemand die elke dag foundation gebruikt. Ik doe meestal gewoon even poep poep BB cream. Eigenlijk altijd met mijn handen. Nou, dit moet je echt wel aanbrengen met dat sponsje. Maar ben ik eigenlijk ook niet eens ontevreden over. Vind het effect wel mooi. En ik word er gewoon wel blij van. Ik vind het gewoon wel een mooie
foundation. En ik, ja, ik vind het leuk dat ze dat nu ook zeg maar in een wat meer budget variant hebben uitgebracht. Ja, het enige wat ik dus denk is, ik vraag me af hoe lang die meegaat. Ik heb hier ook een review over geschreven, als je daar benieuwd naar bent. Die is een paar dagen geleden online gekomen. En ik heb volgens mij in ieder geval van Tarte, van de Tarte palet, heb ik ook een review online staan. Dus als je daar benieuwd naar bent, blondiebeautyfashion.nl. En als ik niet vergeet, zal ik het ook even hieronder linken. Maar ik ben echt een groot warhoofd. En als laatste hangt er een tropische geur om mij heen. En dat komt door mijn nieuwe shampoo. De L'Oreal Kokos Boost. Luchtig volume aan fijn haar met kokosolie. Ik heb fijn haar. Ik moet zeggen, ik heb nu wat meer haar dan normaal. Maar het is nog steeds fijn. Maar ik heb wat meer haar dan normaal. Maar het is nu enorm aan het uitvallen. Zeg maar zo na de zwangerschap. Maar ik was wel een keer benieuwd. Ik heb altijd mijn John Frieda shampoo. En af en toe wil ik eens iets nieuws proberen. En ik ben echt gek op kokos. En deze shampoo ruikt echt zo lekker naar kokos. Ik word heel blij van in de douche. Niet toen ik ziek was, word ik er niet heel blij van. Maar goed, heb ik ook maar één keer mijn haar gewassen. De rest van de tijd heb ik gewoon met één grote vette haarbos rondgelopen. Die ik ook niet borstelde en niks meer deed. Alleen maar een soort zombie door het huis liep. Maar ik vind het een hele fijne shampoo. Het is weinig enorm spectaculairs. Maar ik vind wel dat hij lekker luchtig is. Het voelt ook anders dan een normale shampoo. Het is dus met kokosolie, maar hij voelt een beetje meer gelachtig. Dus ik moest er wel een beetje aan wennen. En ik doe eigenlijk altijd twee keer shampoo. Dus ik doe dan de eerste keer schoon om alle het spul dat ik in mijn haar heb. Dus ik heb altijd bijvoorbeeld droog shampoo of een volumepoeder of iets. En dat doe ik dan eerst er goed uitspoelen. En dan doe ik daarna nog een keer shampoo, zo van nu kan mijn haar schoon worden. Dus je snapt wat ik bedoel. En dat heb ik bij deze ook wel echt nodig om überhaupt gewoon een beetje lekker te krijgen, schuimend en zo te krijgen. Ik heb ook de conditioner en die gebruik ik ook altijd in combinatie met deze. En ik heb ook een spray. Nou, die spray vind ik niet heel boeiend. Ik heb het gevoel dat die de boel iets verzwaart, maar de conditioner verzwaart niet. Dus daar ben ik blij mee. Dus het blijft dan gewoon wel redelijk luchtig. Ik heb nu natuurlijk weer van alles in gedaan. En ik ben verwaaid buiten, vandaar dat ik ook tot aan mijn haar zit, want het waaide nogal hard. En ik dacht echt, oké, ik heb net mijn haar gedaan. Maar goed, maar deze dus, hier ben ik, ik vind het vooral gewoon heel lekker ruiken. Het is niet het beste shampoo die ik ooit heb gehad. Ik hou nog steeds van mijn John Frieda shampoo, maar qua geur, nom nom nom. Dus, dat was het. Ik hoop dat jullie mijn favorieten leuk vonden. Ik ben heel benieuwd naar jouw favorieten. Ik zou het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal, Blondie Beauty Fashion. En dat staat ook aan het eind van het filmpje, maar ook hieronder in de beschrijving staat nog even een link waar je op kunt klikken. Zou ik super leuk vinden. En neem ook eens een kijkje op mijn blog. blondiebeautyfashion.nl. En ik wil je een hele fijne dag wensen. Dag wensen. En ik zie jullie snel. Doeg! De zeeblauwe. Zeegroene. Maar goed, nu heb ik gewoon deze kleine bolletjes. En dan kies ik gewoon.